ben freelance projectmanager voor MCI deze keer. En verantwoordelijk voor alles wat er in de media arena op techniek en decor plaatsvindt. Gaat goed, denk ik. Afwerkingsniveau is heel hoog. Dus ja, we zijn overal aan het tweaken, aan het kijken, fine-tunen en dit weer opnieuw doen, dat weer opnieuw doen. Dus maar over het algemeen loopt het op schema en gaat het goed. Kijk maar om je heen, je ziet de ledvloer van Voice of Holland, het podium eromheen wat hoogglans, daar komt een ledlijntje omheen. Ja, het zijn eigenlijk dingen, afwerkingsniveau bijvoorbeeld van de tribune is heel hoog. En dat maakte dus zeg maar, een omgeving waar ja, heel hoog in corporate is, waar mensen zich ja, voor het doel wat het dient, ja, heel duidelijke boodschap krijgen. Hoe het gaat tot zover, supergoed. We liggen lekker op schema, alles qua techniek is helemaal klaar. Het enige wat we op dit moment gaan doen zijn de rehearsals en het doorlopen van de video en de audiocontent. Dat is wat je hier achter op dit moment ziet gebeuren. De uitdaging in het Douwe Egberts project was echt voornamelijk de projectoren, de projectie, de afstanden. Hoe krijgen wij alles tot stand? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat alle breedbeeldprojecties die je hier rondom ziet, de schermen 20 bij 4 meter, een heel mooi plaatje krijgen? Dat hebben we opgelost door overal alles aan bewegende takels te hangen, zodat we elementen kunnen laten zakken, naar boven kunnen trekken om het op de juiste manier te trimmen. Nou, we hebben dus twee verschillende ruimtes. We hebben een lounge area waar we meer een soort koffie-thee-belevenis gaan creëren. Door verschillende middel van verschillende barren neer te zetten en verschillende experience. En we introduceren ook gelijk de lancering van twee nieuwe merken. En daarbij hebben we nog de grote catwalk natuurlijk. Waar we eigenlijk een soort theateropstelling hebben gecreëerd. Zodat we een soort meer interactie creëren tussen de mensen en de presentatie die in het midden van de catwalk naar voren komt. Chief Executive Officer Michiel Herkemeij. Good morning, Master Blenders. How are we doing? Good morning to the General Managers Meeting here in Amsterdam. We're very proud to have you all here today. And you can understand that the moment that the box has been lifted, symbolizing our potential that has been now unlocked. I have also asked the help of a very good friend, Morgan Freeman, to help us out. Hi, Michiel. Thank you for your kind introduction. You guys will probably ask yourself why I'm here. Well,
Let me tell you that Michiel and I have known each other for a long time, and over the years we've become close friends. Michiel asked me to do him a favor and be your voiceover host for the coming days. This is about why are we doing this? Wow, thank you. Good morning, coffee and tea lovers. Operations is half of the number of people working in our company, each of them having a different taste profile, depending on, how do you call it? Depending on the terroir, as we say in the Netherlands. Ik denk bijzonder is aan het evenement is dat wij in 8 weken tijd dit hele evenement hebben weten te realiseren. Waarbij het vooral bijzonder is dat we na 4 weken, in 4 weken tijd eigenlijk het helemaal gerealiseerd hebben. We moesten eerst 1 concept schrijven, dat hebben we veranderd, hebben we aangepast naar 1 tweede concept. En eigenlijk pas een go gekregen begin oktober. Daar hebben we mannenmacht aan gewerkt, een groep van denk ik 20, 30 man die non-stop bezig zijn geweest. Ja, ik vind het een enorme prestatie als je dan hier om je heen kijkt, dat het allemaal gelukt is. Ja. Natuurlijk zijn we daar specialisten in, maar... Ik vind het een knap staaltjewerk. Het mooie is als je ziet, kijk naar de presentatie, naar de visuals die we hebben gebruikt. Dan zie je dat 1 op 1 alles eigenlijk nog zelfs mooier is dan dat we de visuals hebben gemaakt. Maar het is heel mooi om te zien dat alles klopt. Dus daar ben ik tevreden. Ja, meer dan tevreden. Ik denk 200% op het eindresultaat. En 200% ook echt ook applaus en respect voor de mensen die het allemaal mede hebben mogen gemaakt om dit te bereiken.